Binnen de muren van de abdij van Westmalle wordt er druk gewerkt door de broeders en hun medewerkers aan zowel het alomgekende trappistenbier en sinds kort aan twee nieuwe variëteiten van trappistenkazen. Ondanks het feit dat men al bijna meer dan 200 jaar kaas maakt in de abdij, grotendeels voor eigen gebruik, komen nu pas de trappistenkazen voor het eerst echt op de markt. In feite beschikken we al heel lang over een kaasmakerij, over een soort kaasfabriek. Dus traditioneel, denk van bij het begin van de abdij. En anderzijds beschikken we ook over een grote boerderij. Dus er is een aanzienlijke melkproductie. Dus dat we dachten dus dat we die melk een meerwaarde konden geven dus door meer kaas te produceren. Dus door eigenlijk de kaasproductie, de huidige kaasproductie, een beetje uit te breiden en te rationaliseren. Hiermee vervolledigt de abdij van Westmalle de productiecirkel van hun eigen veestapel. Door de lage melkprijzen besloten de broeders om hun melk zinvol te gebruiken. Minister van Landbouw Joke Schouwvliegen kreeg een rondleiding in de kaasmakerij van de abdij. Na afloop was ze bijzonder onder de indruk van hoe de broeders op een innoverende manier hun kazen produceren. Ik heb vandaag geleerd dat met heel veel liefde ook en een perfecte combinatie tussen natuur en landbouw en arbeid, dat je eigenlijk topproducten kan maken. En zoals hier in de abdij, de kaas van Westmalle. Ook de speech verwees er even naar, de melkproblematiek. Ja, maak dan kaas en is het probleem dan opgelost? Het is natuurlijk wel zo dat inderdaad onze landbouwers ook moeten zoeken naar nieuwe toepassingen, nieuwe producten en ook op die manier naar de markt gaan. Op dat vlak is het een voorbeeld, maar het zou natuurlijk fout zijn mocht iedereen hetzelfde beginnen doen. Het komt er dus op aan om inderdaad nieuwe producten te ontwikkelen en ook het verschil te maken. Hier gaat het om een heel authentieke kaas die hier op de abdij gemaakt wordt. Dat is zo'n voorbeeld van waar mensen naar op zoek zijn. Niet altijd hetzelfde, het authentieke. En dat kan wel een voorbeeld zijn voor onze andere boeren. De trappistenkazen van Westmalle zijn weldra te verkrijgen in de betere kaashandels en bij de keurslagers.